Zo, na een korte rit van onze nachtplaats zijn we aangekomen op natuurpark Storemossen. Storemossen, en we gaan een wandelingetje doen van 4 uur. Nou, Helen heeft dat uiteraard allemaal alweer uitgezocht. De rode. Nou, deze is 12 kilometertjes, goed te doen. En nou, we hebben er zin in. Het weer is goed. Geen zonnetje. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. De temperatuur is goed. En nou, het ziet er nu al leuk uit. Dus ga je mee? Lekker wijts, hè? Het is veengrond. Het is alleen maar veengrond. Dus dit is het laatste. Dit is het nationale park wat nog op veengrond staat. En eigenlijk vanuit de ijstijd, hè? Ja. Hallo. Hallo. Nou, je loopt hier dus eindeloos over planken. En dat komt omdat het veengrond is. En dan zak je best wel weg. Zachte grond. En zo loopt iedereen op hetzelfde pad en blijft de natuur heel. Een afwisselende wandeling met bos, hei, turfgrond, veengrond, planken lopen. En het is warm. Kaarsrecht. Prachtig, hè? Ja, fel luchtje. Vandaar mijn zonnebril. Ja. Daar zijn we er. We hebben 14 kilometer. Ik ben er ook een beetje klaar mee. Aardig doorgestapt. Het is een prachtige natuur. Echt werkelijk waar, schitterend. Mooie grondbedekkers, hoe noem je dat? Bodembedekkers, hei, plantjes, mooie bomen. Maar ja, 14 kilometer, behoorlijk eentonig wandelen. Over plankjes heen. Ik denk dat 80% over plankjes heen is. Ja. Alles hetzelfde. Ja, dan geef mij dan maar dat je een beetje op en neer moet wandelen.
Goedemorgen mensen, donderdag 9 september. Nou, we hebben heerlijk geslapen en ontbeten en Helen is nou een beetje de boel aan het opruimen. En dan gaan we verder naar het volgende natuurpark. Volgens mij staat Tivheden, waar we naartoe gaan. Het wordt vandaag 22 graden. Nou, ja, het zonnetje moet even doorbreken, maar dat gaat zeker lukken. Nou, het is een fantastische plek hier. Ik zal eventjes de camera omdraaien. Kijk, en dan krijgen jullie ook een beetje beeld van het terrein. Dit is eigenlijk het toiletgebouwtje. Nou, ga er gewoon niet naar binnen. Het is gewoon te smerig voor woorden. De schimmel zit aan de muren. Het stinkt daar ook echt naar rottigheid. We hebben het ook niet nodig. We hebben het ook niet gebruikt. Kijk, en hier staan wij. En dat hadden we natuurlijk in een ander shot ook al laten zien. En de dronebeelden die we hebben. En wat me toch wel opvalt is de ontiegelijke mooie kleuren van de plantjes en de bloemetjes, de heide. Het ziet er echt werkelijk schitterend uit. Ik kan hier erg van genieten. En ik hoop jullie ook van deze mooie plaatjes. Nou, hierachter ligt het meer. We gaan zo rijden. Even een sani-stopje doen. Even met de hand al het water eventjes laten lozen, want ze hebben hier geen put. Dus dat doen we met emmertjes. En dan vullen we hem nog eventjes aan. We hebben 100 liter, maar er kan er nog 50 bij. Dus dat gaan we ook nog eventjes doen. En als dat gebeurd is, dan jammer naar het park toe. Nou mensen, we zijn aangekomen in het Nationale Park Tivheden. Tivheden. En campertje netjes geparkeerd. En we gaan onze route beginnen. Dus hel. Toi, vamos. Horloge is gaan aan. En dan gaan we weer kilometers maken, dat is niet zo belangrijk. Ja, we gaan even kijken. De tocht uit het boekje. De tocht uit het boekje is ruim 4 uur. Nou, ik weet niet of ik daar zin in heb. Maar even de routes bekijken, dat weten we niet meer. De temperatuur is goed. Op de teller van de auto staat 15 graden. Maar het voelt wel warmer. En het zou vandaag 22 graden worden, dus we gaan het allemaal beleven. Ja. Nou, ik heb er weer zin in. En jij? Ja, de rit er naartoe was leuk. Ja. Ziet er mooi uit. Onverhard. Dus, oké, doeg. Nou, we staan weer bij het grote informatiebord. En wat gaan we doen? Hier staat. Dat 9,5 kilometer 6 uur duurt. Oh, oké. Ik zie wel leuke dingen voorbij komen. Nou, we gaan eventjes kijken, mensen. Nou, we vinden het nou wel leuk. Het is eigenlijk, behalve wat we nu tegenkomen, lekker woest. We hebben hier wel een plankie, maar dat zal zo wel weg zijn. Nou, rotspad. Het is mooi hier, hè? Tja, het is weer heel anders als gisteren. Ja, het is leuk. Elk park heeft iets anders. Het is wel grappig. Je hebt gewoon over grote keien. Lachen, joh.
Heel gaaf is dit. En daar gaan we heen. Ja mensen, hier doen we het voor. Echt prachtig. We gaan onze weg weer vervolgen, want anders komen we er nooit. Even een fotomomentje. Leuk hoor. Zo, inmiddels zijn de pepen, die zijn ook van de broek af. Het is niet verwacht dat we zulk mooi weer hebben. Het is 22 graden, het is niet te geloven. Windstil. Dus ja, als jullie hier blijven kijken, gaat er straks nog meer uit. Nou, een bikini, zwemmen in zo'n meertje. Oh. Dat zou helemaal top zijn, hè? Nee hoor, mensen, geintje. Ik krijg er geen genoeg van. Lekker klauteren naar boven. Maakt mij niks uit. De boswachter is er ook. Alles goed? Ja hoor, ik wijs de weg. Maar ja, blinden kan het doen. Super gaaf dit. Mooi bos hoor, ja. Mooi park. Het is makkelijk te volgen, zelfs een blinde kan het volgen. Al die dingen om de bomen. Nou, hier kan je dus zomers met een tentje staan. En er staat gewoon hout klaar, hakbel, zaag. Een schaag waar je op kan zagen en hakken. Nou, een vuurtje kan je daar maken natuurlijk met dat hout. Het is echt fantastisch. Zwemmen in het meer, ben je ook weer schoon. Nou, dit is toch wel... Dit is de place to be. De place to be, met je tent. Nou, dit is echt, dit is voor mij echt Zweden. Hè Rob? Maar we gaan dit plekje ook nog wel vinden hoor, met de camper. Ik weet het zeker. Ach, ach, ach. Kijk, plankje. Alles is netjes verzorgd en blijft ook netjes. Dat is het bijzondere hier in dit land. Als je het in Nederland zet, dan slaan ze elkaar de hersens in met die bel. Net doen, Rob. Vliegen. Daar gaat hij.
meertje. Een vennetje. Beetje drassig, moerassig. Zo, we zijn weer terug. Wat hebben we nou uiteindelijk gelopen? De blauwe. En daar hebben we nog geen 3 uur over gedaan. 7,6 kilometer. Oké, hartstikke goed. Kijk nou eens. Dit is onze slaapplek voor vanavond. Kijk eens. Direct aan het water. Fantastisch. Bankje staat er. Kampvuurtje voor vanavond. Nou, jullie gaan het meemaken hoor. Wat ben je aan het doen, schat? Jouw tent aan het drogen. Je moet strings gaan dragen. Dit droogt toch niet, man? Jeez. Doe ik maar net als vroeger, droogsteden. Doe's lief. Zou je wel eens in een string willen zien? Weet ik niet. Ik ook niet. Foxwild word ik ervan. Het is inmiddels bijna 3 uur. We hebben vanmorgen eigenlijk een beetje rustig aangedaan. Het was elke ochtend roep op, je bed uit, hup, wandelen. Dus vanmorgen een beetje rustig aan, de route uitgezet. Een beetje bekeken hoe we een beetje gaan rijden de komende 2 weken. Dat is ook wel een lekker gevoel. We rijden nu noordwaarts richting Prat Valet. Een soort natuurpark met een rivier. Kan je langs de rivier wandelen. Dat zag er erg leuk uit. Misschien dat we dat nu nog gaan doen. En dat we daarna een plaatsje gaan zoeken voor vannacht. Want het is natuurlijk nog wel vroeg. Het is pas 3 uur. Dus je kan nog makkelijk even 3 uurtjes wandelen. We hebben ondertussen ook een beetje boodschappen gedaan. Water geloosd. Wc geloosd. Ja. Dat is toch wel elke keer een dingetje hier. Puzzel waar je dat allemaal moet doen, want je hebt geen servicestations. Ook op campings kan je niet altijd lozen. Maar goed, als we water in moeten nemen, dan zal het eerst volgende keer wel op een camping zijn. Maar dat geeft niet. Zo, kilometertje onderweg. Even naar boven geklommen, dus dat hoor je wel aan het geheig. En dan is dit weer wat je als beloning krijgt. Trappetje diep naar beneden. Zo, we staan weer op een hoogtepuntje. Het is, ik vind een van de zwaardere tochten die we nu hebben. Met name de steile klims. Kom gewoon ademtekort, mensen. Beentjes gaan goed. En onze bergheid, die gaat wel door. Nergens last van. Zo irritant. Wij gaan stel naar beneden, want mensen, we lopen uiteraard als enige weer tegen de richting in. En dat is natuurlijk niet handig. Ja, dit gaat gewoon, gewoon stel naar beneden. Ja, voort om de pijlen volgen. Nou, we hebben dat rondje gedaan van 7 kilometer, 6,5. Maar het was het verkeerde rondje. We wilden naar de waterval, want het rondje is maar 2 kilometer. En daar gaat ze weer.
Zo mensen, dit is gelijk het einde van onze vlog. We hebben jullie weer meegenomen met twee fantastische mooie natuurparken. Tivelen staat bij mij wel op nummer 1. Prachtig, en we gaan er zeker terugkomen. Deze waterval die was ook zeker de moeite waard, hè? Ja, we had niet 6,5 kilometer voor hoeven wandelen, maar slechts 100 meter. Maar goed, joh, dat is goed voor een beetje bewegen. Het is de slechtste dag overigens, heel de dag bewolkt, geen zonnetje. Een heel klein beetje regen, maar ja, als de rest van de vakantie ook zo is, dan teken ik ervoor. Dus de temperatuur is goed. Dus als jullie deze vlog leuk vonden en je bent nog niet geabonneerd, abonneren kan nog steeds, hè? Dat vinden wij hartstikke leuk. Het blijft mij nog steeds motiveren om heel veel energie te steken in het mooi maken van deze vlogs. Bedankt voor de complimenten die ik telkens krijg. Van hieruit, vanuit Zweden, tot ziens. Tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog.